Bij de GGD Amsterdam werken we samen met Voor Elkaar in Amsterdam. We bieden mensen die positief zijn getest op het coronavirus tijdens het natuurlijk niet zo leuke indexgesprek, waarin we vertellen dat iemand positief is getest en thuis moet blijven, bieden we een helpende hand. Als mensen sociaal gezien niet het netwerk hebben om alle praktische zaken geregeld te krijgen, dan brengen wij diegene met toestemming van de index zelf natuurlijk in contact met Voor Elkaar in Amsterdam om diegene zo te koppelen aan een vrijwilliger. In maart van dit jaar is Voor Elkaar in Amsterdam ontstaan. De lockdown werd afgekondigd en als sociale buurtorganisaties in de stad maakten we ons onmiddellijk zorgen over de mensen met beperkt netwerk. Wij zijn in Amsterdam altijd in het sociaal domein erg betrokken bij mensen in armoede, mensen in eenzaamheid. En de lockdownomstandigheden en het baanverlies leidt natuurlijk meteen tot een verzwaring van de problematiek. En het is fijn dat je er dan kan zijn en dat je deze mensen probeert te bereiken. Onze bron- en contactonderzoekers die vragen tijdens elk bron- en contactonderzoek dat ze uitvoeren aan die persoon die ze op dat moment aan de telefoon hebben, hoe het gesteld is met eventuele hulp bij bijvoorbeeld de boodschappen of bij het uitlaten van de hond. Of ze die hulp kunnen vinden in hun eigen sociale netwerk. En als ze aanvoelen dat daar wat twijfel zit bij degene die ze aan de telefoon hebben, dan bieden ze die hulp aan. En dan bieden ze dus aan om de persoon in contact te brengen met vrijwilligers van Voor Elkaar in Amsterdam, om die hulp te bieden. Ik merk dat pas als ik de vraag stel, dat er dan pas iets uitkomt van hey, ik heb eigenlijk toch wel hulp nodig. Maar als ik daar niet over begin, dat het ook niet, eigenlijk niet aan bod komt. Ja, het kan een heel ongemakkelijke vraag zijn voor veel mensen, dus dat vraag ik niet per se direct. Kijk, ik zeg gewoon dat er een organisatie is die mensen kunt helpen, Amsterdammers hier, met praktische zaken zoals het hond uitlaten of boodschappen doen. Maar die kunnen ook dus een luisterend oor bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het bijzondere van de campagne was dat die vooral aansloeg bij Amsterdammers die heel graag iets willen bieden. Die willen helpen in deze tijd. En 6000 Amsterdammers melden zich aan om vrijwilliger te zijn. We zijn natuurlijk al vanaf maart bezig met bron- en contactonderzoek. Dus we hebben inmiddels heel veel burgers gesproken. En je komt dan op een gegeven moment ook op een punt aan dat je merkt dat een burger vaak behoefte heeft aan wat meer verdieping van zo'n indexgesprek, zoals wij dat noemen. Dus vandaar dat we op een gegeven moment ook samen met Voor Elkaar in Amsterdam hebben besloten om die vraag toe te voegen aan het indexgesprek in het bron- en contactonderzoek. Wat hier ook een succes in is, in de samenwerking met de GGD, is dat wij terugkoppelen wat het heeft opgeleverd. En dat we zorgen dat deze vraag ook echt geholpen wordt en we letten daarop. Dat doen we samen met al die partners en dat maakt het succes. Als vrijwilliger bij Voor Elkaar zit ik aan de telefoon en ik krijg hulpvragen binnen op hele diverse manieren. Mensen bellen echt op en zeggen van ik zit al 2 weken thuis, ik heb al 2 weken niemand gesproken. De boodschappen worden voor mijn deur gezet, maar verder spreek ik niemand. En die mensen gaan wij helpen. De eenzaamheid is bespreekbaarder geworden, dat merken wij echt wel. Mensen nu wel zeggen ik ben eenzaam aan de telefoon en voorheen zeiden ze dat niet zo gauw, dan moest je dat eruit trekken en nu zeggen mensen het ook. We bellen eigenlijk ook heel vaak de cliënten na een paar weken nadat ze geholpen zijn, bellen we na en dan zeggen ze hoe is het, hoe loopt het contact met die of die of zijn de boodschappen goed gedaan. En eigenlijk krijgen we altijd enthousiaste verhalen terug van oh, het is zo lieve meid, ze heeft zo lief boodschappen voor me gedaan. En dan bellen wij natuurlijk de vrijwilliger weer om dat compliment door te geven, want daar doet de vrijwilliger het ook een beetje voor het compliment.